Hallo allemaal. Nou, het is al inmiddels alweer 11:30 geweest. Ik heb gewoon echt alleen maar vandaag gewoon gehuild op bed gelegen. Ik was back off op mensen die het leuk vinden om negatieve reacties te zeggen, te vermelden. Op wat ik doe en niet doe en wat jij is, etc. Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloedje nieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, ja dat zijn wij. Het is vandaag alweer dinsdag 29 juni 2021. En het is nu klokslag 3 uur. Ja, ik heb Roderick ook aan de telefoon. Want ja, die mag nog niet naar buiten. Ik wel, maar ik heb al Debbie gehad. Dus ja... Voor de rest wens ik jullie gewoon heel veel plezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, hallo allemaal. Nou, het is al inmiddels alweer 11:30 geweest. Ik heb gewoon echt alleen maar vandaag gewoon gehuild op bed gelegen. Ik was back off. Alles deed me zeer. Alles maar gewoon in mijn longen. Het ademen doet gewoon zeer. Diep inademen. Dat en dat krijg ik gewoon niet voor elkaar. Dus dat eigenlijk. Daarom heb ik ook weinig gevlogd. Weinig laten zien. Maar ook die dagen zal het bij zitten. Kan ik echt niks aan doen. Ik ben dus nu gelijk weer eventjes een vlog aan het editen. Want ik wil wel dat jullie gewoon met gewoon een vlog krijgen. Elke dag om 2 uur. Want anders had ik er niet aan moeten beginnen. Nope. Ik ga zo meteen ook nog eventjes iets zeggen. Op mensen die het leuk vinden om negatieve reacties te zeggen. Te vermelden. Op wat ik doe en niet doe over mijn rijles, et cetera. Kijk, ik ben gewoon eerlijk. En dat jullie denken dat dat niet zo is, dat is jullie probleem. Maar ik los alles netjes af. Ik zal eventjes een tabel voor mijn neus halen van de Belastingdienst. Ja. En die tabel die was nog groter hoor. Ik had een aanslag. Een bedrag van... Maar liefst 329 euro. Dat is nu naar beneden gekelderd naar 131. Ja. Ik had een aanslag van 250. Dat is naar beneden gekelderd naar 157. Ja. Ik had een aanslag van 1256 euro. Dat is nu al naar beneden. Dat is dus nu 832 euro. Dus, dan kan je wel een hele hoop zeggen van ja, maar betaal eerst je schulden maar eens af. Wat denk je wat ik aan het doen ben? Wat denk je? Ik heb van Roderick geleerd om te sparen. Ja. Alle kleine beetjes opzij leggen. Maar ja, dat zien jullie hier niet. Hè? Wat ik allemaal aan het doen ben buiten de camera om. Dus het is zo lekker makkelijk van ja, betaal eerst maar dit eens even af. En hoe wil je dat gaan doen als mijn moeder? Of wie dan ook? Of Ro? Of de koningin? Of de koning mij wil sponsoren? Of geld wil geven? Van joh, kom gezellig hier naartoe. Want waarom doet mijn moeder dat? Mijn moeder gaat ook niet met een mondkapje in de trein zitten. Dus dan betaalt ze liever benzine aan ons, dat we daar naartoe kunnen. Want ze wil ook heel graag hier naartoe. Maar ja, dat gaat nu niet. Maar ja, jullie zitten allemaal zo lekker fijn achter een computertje, achter een scherm. Jullie zien mijn vlog. Helemaal top. Vind ik helemaal niet erg.
Maar je kan ook eens een keer inleven van, hé, nou, als we nu, alles heeft stilgelegen in de coronatijd. Leuk. Bijna een half jaar. Nou, dan heeft het goed gedaan als ze weer even één keer kan autorijden, autorijles. Nou, top Karen, dat doe je goed. Want jullie horen mij niet dat ik elke week nu auto ga rijden, toch? Hoe graag ik het ook wil hebben, hoe graag ik het ook zou willen. Maar nee, dat gaat niet. Kon ik dat maar. Dan was ik er iets heel anders van. Ja? Kijk, wat hier staat, heb ik ook dankzij Ro. Ja? Omdat hij... Serieus, als jullie heel goed mijn vlogs terug gaan kijken. Ja? Heel goed terug gaan kijken. Dan zien jullie ook hoe ik hier ben begonnen. Wat ik dus nu hier heb staan. En dat maakt me helemaal niet uit. Maar ik ben een vrouw. Ja? Die sterk in de schoenen staat. Ja? Die niks of van niemand iets aantrekt. En zeker niet van mensen die negativiteit op me afstuurt. Als je het niet leuk vindt, waarom kijk je dan? Want dat zegt Ro ook altijd. Als je het niet bevalt, ga je dan niet abonneren. Ga dan liever naar Enzo Knol kijken, die momenteel zijn rijbewijs af is gepakt en toch rijdt in Nederland. Wat ook niet mag. Ja? Dus. En dan ga je tegen mij zo lopen doen. En over dat mijn honden, hè? Nou, dan moet je wel heel goed gaan opletten in mijn vlogs wat ik zeg. Kijk, Lady is voor mij. Daar heb ik een kwijtschelding voor. Lovely staat op een andermans naam. Beauty, die staat op de naam van mijn moeder. Ja. Ja. Dus ja. Dus, en weet je, de gemeente kijkt ook mee. Dat weet ik. Dus je kan nu wel zoveel gaan vertellen. Zoveel boeha gaan maken. Maar dat laat mij koud. Maar dat wil ik wel even vertellen. Ik ben op dit moment ziek. Ik heb never nooit gezegd dat dit een griepje was. Het is een zware griep. Ja. Dat het aan je longen raakt. Ja. Dat je geen smaak hebt. Geen reuk hebt. Dat je energie naar beneden keldert. Jullie weten ook, donders goed, dat ik een vrouw ben die zoveel dingen wil ondernemen. Lekker een dagje weg of wat dan ook. Ja, dat zit waarschijnlijk de eerstkomende half jaar er niet in. Ja, dat je dat even weet. Dus, nu kan je wel een grote mond open gaan trekken. Prima, maar kijk dan eerst in de spiegel. Want ik weet sommige mensen wie het is. En daarom noem ik ook nu geen namen. Ik heb namelijk geen zin in om namelijk weer een politie over de vloer te hebben als ik een naam noem. En ik vind het heel knap. Dus bij deze, ik wens jullie nog een fijne avond. En ik ga nog even lekker door met editen. Ja, lieve mensen. Ja, het is een tijd van een vlog openen. En het is een tijd van een vlog weer afsluiten. Nou, die tijd is gekomen. Ik ga vragen of jullie deze vlog leuk vonden. Zo ja, vergeet dan niet te abonneren en een duimpje. Vergeet die zeker niet. En als je er tijd voor hebt, laat even dan een leuke reactie achter. Want als ik tijd heb, dan krijg je zeker een leuke reactie terug. Dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag morgen terug bij een gloednieuwe vlog.